Goedemiddag, dank voor uw aanwezigheid. Ik geef graag het woord aan Jeffrey Kluis voor zijn analyse van de wedstrijd. Eerst en vooral wil ik Fred en de vereniging feliciteren met de overwinning. Ik denk dat het dik verdiend was. Ik denk dat wij volgens mij de slechtste match van het seizoen was. We hebben gedurende 80 minuten met moeite 2-3 passes naar elkaar kunnen geven. Alleen de laatste 10 minuten dan beginnen we wat te dreigen, maar over de hele lijn was dat gewoon veel te weinig om zelfs aanspraak te kunnen maken op een punt. Dus ik zag dat het kwaliteitsverschil groot was. Oké, Cercle speelde ook wel niet de grootste wedstrijd, maar al bij al was het zeker verdiend. Dus dat is in feite een beetje mijn analyse van de wedstrijd kort en bondig. Dankjewel, Jeffrey. Ik ben de mist, Fred. Ja, blij dat we eindelijk zeker zijn. Dat was de eerste doelstelling, maar dat was niet de einddoelstelling. Want de volledige analyse van het seizoen gaan we houden na de laatste wedstrijd. Maar ik zeg, vandaag moet je na een kwartier, moet 2 of 3-0 zijn. En dan zit je in de zetel. En dan is misschien een keer de overwinning eigenlijk in nodigheid voor wat drank en vrij te gaan voetballen, maar dat gebeurt niet. Dan zie je Deinze iets beter in de wedstrijd. Het was totaal geen goede wedstrijd, niet van de twee kanten. Het was bij momenten zelf erbarmelijk. Geen 3 passes naar elkaar, zo niet bij ons als bij u. Maar dan zie je dat zo'n soort wedstrijd. Het is op leven en dood. Het is van moeten. En dan heb je 4 spelers die met een pamper spelen. En dan durf je niet. En dan ga je gaan twijfelen. Kom je misschien nog goed weg op een afstandsschot. Het einde van de eerste helft. De tweede helft kom je goed uit de kleedkamer. Scoor je 1-0. Weliswaar een beetje eigenaardig doelpunt, dat mag ook iets mee zitten. En dan maak je het niet af. En dan zie je ja, het syndroom hier in dat stadion en in de vereniging dit seizoen, of van 3 seizoenen, dat we er niet uit krijgen. Dan ga je achteruit gaan kruipen en voor dezelfde prijs. Doordat hij het niet afmaakt, kan hem de bal op de stip leggen. Mm-hmm. En dan zit hij weer een ander verhaal. Dus wedstrijd niet goed, dat is een conclusie. Zeker niet, maar we moeten altijd de wedstrijd 3-4 winnen. En nog geen negatief nieuws? Ja, bij Zalman Ambo is er geen been gebroken, dus daar komt er nog iets bij. Dus ik heb het wel gehad met seizoen 2015, 2016, moet ik zeggen. Denk het ook. Oliveira, Patella, Pees, Lambo, Beenbreuk, Louisin, 27 keer gevallen in dezelfde blessure. Mathieu Martens is een blessure van 4 weken die dan 10 weken duurt. Ja, ik heb het dus stilletjes aan. 18 punten weggegeven in de laatste 3 minuten. Ik kost nog vandaag nog 2 bij. Oh, ik heb het gehad. Oké, ik denk dat we niet een seizoen gaan wissen uit de geschiedenis van de 17-jarige vereniging. Nog iemand een vraag? Maar hoe oud is dat? 3 maanden. Wordt morgen geopereerd. Dus Daniel Lambo was zeker niet verkeerd bezig centraal van achter. Maar mag je niet. Dus Lambo en Oliveira gaan sowieso begin van volgend seizoen, heb je niet. Sowieso. Oliveira is geschat begin oktober. Lambo vanaf nu 3 maanden. Dat is ook wel meer van de jongste. Nu, is het een proper breuk, is het een slechte breuk, dat weten we nog niet. Hopelijk is het. Hoe ver zijn aangevallen? Ja, ik hoorde het direct. Het was een klik hoor. Dat was lekker Storske die brak, dus ik wist op dat moment dat er een stukje nog was. Zeker als ik hem dan zag liggen. Ik gaf ook zelf aan dat. Dus, spijtig, okay. Die jongen was niet verkeerd bezig. Nog iemand? Dan dank ik u voor uw aanwezigheid het seizoen lang. Een zeer moeilijk en soms triest seizoen. En wens ik u een beter seizoen u allen volgend jaar. Bedankt, gezondheid.